dan hebben we geen kantine. In a few moments the aircraft is being refueled. Oh, mijn schatje blijft thuis. Oh. Een griep volgens de Duitse Longstichting altijd vergezeld gaat van verzwakking. Mijn moeder is nog steeds lekker aan het oppassen op Jacksje. Dat gaat hartstikke goed. Jola, die moet natuurlijk gewoon naar school en naar de opvang vandaag. En morgen is Bart bij ze. Dus nou, lekker, lekker. Het is echt lekker hoor, om eventjes een beetje eruit te zijn gewoon. Ja. Best wel lekker eigenlijk. En ik ben ook helemaal niet moe. Bizar. Het is heel vroeg namelijk. Nu 7 uur of zo. Kijk eens even. Daar hebben wij een vliegtuigje. Bammetjes, toppie. Morgen moeten we onze eigen bammetjes eten, want dan hebben we geen kantine. Nee. We zo'n chille kantine. Zo leuk. Maar wel een beetje kapot. Kapot. Moe. En die heeft gewoon gesport. Okay. Wat? Wat? Terwijl ik hard aan het leren ben, ben jij gewoon chill aan het sporten. Hard aan het werk, daar gaat het om. Oh. 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 Lieve Jaxie. En Dexy. Is dit hoe je de hond uitlaat, man? Hij ligt gewoon nu. Kijk dan die. Het is gewoon zijn plekje daar. Zijn plekje daar. Hij kijkt echt zo van, hallo, ik laat me hier liggen. Hé, wat heb ik allemaal gehoord? Heb jij gezwommen met Omi? Dat is wel spannend, hè? Met zijn hoofdje zo de hele tijd tegen mijn wangen. Vond hij het eng? Nee, maar gewoon, hij wilde het gewoon zien. Kijk hem nog achter zijn dingetje verschuilen. Oeh, nee, ik voel het niet eng hoor. Nu wil ik je snel pakken. Ladies and gentlemen, in a few moments the aircraft is being refueled. As part of our safety procedures, you are requested to remain seated with your seatbelt unfastened to clear the aisle and the exits and refrain from using the lavatories. Thank you. Waarom ik dit shirt aan heb? Dat is heel heet. Jola, heb je ons gemist? Ja. Hoezo ik zou ik jullie missen? Nou, gewoon niet missen bedoel je? Hoezo zou ik jullie niet missen? Ja, maar ik heb toch elke dag dat ik gewoon zo normaal schotig heb en ik jullie niet zie. Vandaag ben ik naar school gegaan. Woe! Woe! Mijn laatste dag. Voor de vakantie. Het is vakantie! Want het is vakantie! En we zijn vrij! En Jax is opa! En Jax is opa! Ik moet morgen nog. Nou, maar dat is... Het is zwaar leven. Nee, wat is superleuk. Dus het maakt niet uit. Dit is zo leuk. Ik heb namelijk weer een nieuwe... Jawel... Goodiebox. Johnny Uni.
Junior. Oh nee, sorry, Tony. Tony, Tony Junior. Tony. Wel opletten, hè, Bart? Ik kan niet hard praten, want de boel slaapt nog allemaal hier thuis. Maar I'm going again. Nee hoor, het gaat wel. No, no, no. I'm not the kind of girl for small talk. Zo jongens, we zijn er weer. Ik ben even met de oude auto van Bart. Ik ben vroeg weer, maar ja, maakt niet uit. Ik ga gewoon naar binnen. Thuis zit je ook maar zo te zitten, dus dan kan ik net goed hier gewoon maar gaan zitten, toch? Jax was om 4:30 wakker. En toen hij om 5:00 nog steeds niet sliep, toen besloot ik om hem maar even een half flesje te gaan geven. Dus ik heb natuurlijk zelf niet meer geslapen daarna. Dag auto, ga je nog uit of hoe zit het? Het is echt veel kouder ineens. I'm feeling it. Snel naar binnen. Echt een superleuke cursus. Ik hoop echt dat de volgende net zo leuk gaat worden. Dus het vliegen gaat nog steeds niet beginnen, jongens. Nog even een maandje geduld. Volgende maand komt de mini-ini eraan en daarna ga ik pas weer verder met vliegen. Ik ben lekker vroeg. Het is 2:10, dus ik heb nog de hele middag. Ik denk wel dat ik even een beetje rustig aan ga doen. Lekker met Jack spelen. Bart wil ook vast wel even een beetje chillen, want Bart gaat vanavond de hort op. Die gaat lekker ADE feesten. En dat heeft hij verdiend, want hij is ook al een hele poos niet uit geweest. Ik ook niet, maar ja, mijn tijd komt ook nog wel weer. En ik kan ook wel wat rust gebruiken na deze dagen. Schatje blijft thuis. Ja. Bart gaat op stap met de apengroep. Ik ga wel aan het denken hoor. De apengroep. Even in de camera kijken. Dit is een aap. En dit is een aap. Dat klinkt heel raar. Oké, maar de andere apen die. I will put some video here from the boys. Volgend jaar radio schat. Met z'n allen. Volgend jaar, volgende week. Crazy Land. Ga je ook naar Crazy Land, Jeroen? Nee. Jullie zullen wel denken, en Jola dan? Waar is Jola? Die is een nachtje bij de vader slapen. Dus ik ben vannacht alleen thuis met Jax. Ik ga heel even één vlogje afediten. Niet te lang, want still very tired. Het is nu 8:30. Dus laten we zeggen, oh nee, het is 9:30. Oeps. Oké, laten we zeggen, ik ga door tot 10:00 en dan ga ik lekker slapen. Vlogje is al bijna af. Zo gebeurt. Oh jee. Zijn jullie allebei een beetje in de zondagmoed? Ja. Lekker zondagje, hè? Lekker. Zou ik vanavond naar Elro gaan? Ja, is goed hoor, schat. Als jij dat wil, ga je lekker naar Elro. Ik ben ook alweer een beetje in de moed om gewoon lekker niks te doen. Lig je lekker daar? Prins Dexy op de koekadekens. Papa. Ja, er gaat iets gemaakt worden. Pancakes met amandelmelk. We hebben hier het bakkerij Bart team. Amandelmelk. En Jola team. Wow, yeah. Nutella man. Voor korentamermeel. Kaneel. Vanillezuiker voor de smaak. En een snufje zout. Woe. En dit gaat er straks op. Bam. Niet al je geheimen weggeven, bam. Bakker Bart. Ah, jawel, ik deel het graag. En meel. Belangrijk. En melk. Zullen we ook stukjes appel er doorheen doen? Ja, lekker.
Goed zo. Ja, zo ja. Oh, schilfertje. Oh. Geen schilfertjes in de pannenkoeken. Nee. Broccoli met bloemkool en worteltjes. En dat doen we even lekker hier op de bank vandaag. Is het niet geworden, denk ik. Want ik kan nog steeds weggaan, maar ik ben hartstikke kapot. Ik ben wel helemaal los aan het gaan met mammel appelsap filmpjes. Ik ben helemaal gek op mammel appelsap dingen. Weten jullie wat ik bedoel met mammel appelsap? Kennen jullie dat? Dat zijn echt van die nummers waar je dan iets in hoort in het Nederlands. Het is gewoon heel erg grappig. Ik kan daar gewoon heel lang naar blijven kijken. Van 3FM maken ze die filmpjes. Mark en Ramon. Echt superleuk. Ik heb even allemaal babykleertjes uitgezocht. Dit gaat allemaal naar het goede doel. Dat had ik net even opgezocht op internet. Dat heb je dus voor babytjes. Voor mensen die het wat minder hebben. Dat kun je dan bij een verzamelpunt brengen. En de rest gaat naar vrienden. En wij zijn samen. Want ik heb besloten om toch niet uit te gaan. Oh ja, je zat nog te twijfelen of je naar Elro moest gaan. Ja, maar ik heb niemand om te gaan. Jawel, je hebt genoeg vriendinnen die gaan. Of nee, ik heb alleen jou en jij kan niet, want er moet iemand thuis blijven. Ja, en je moet hard werken morgen. Oh ja, ook dat. Ik ook trouwens. Ik had het je wel gegund hoor. Ja. Ik zei echt dat ze moest gaan. Nee, ik ben toch te brak. En ik wil morgen weer sporten, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog en abonneer je beneden. Of gaat het niet meer zo? That joint. Informeert u het cabinepersoneel als in het geval van een defect is aan deze apparatuur.